hier? Hazes? Nee, ook niet. Als ik Hazes erop kijk, weet ik niet eens meer waar hij is. Met Kemijn, laat die hele show van mij verrotten. Als ik Hazes er nog op krijg. Als die erop komt dadelijk, jongens. Oh, 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 oh. Nou ja, hé, kom, dan gaan we op toch. Wacht! Bam! Ja, hij draait nog. Ik laat gewoon maar draaien. Voor mij verder schelen. Ik laat die hele show maar allemaal rotten. Als ik Hazes er maar op krijg. Voor de VPRO, begrijp je wel? Stuntje! Als die erop gaat, jongen, dan. Al die intellectuele gastjes in de zaal, jongen, gaan hartstikke plat. Maar ja, ja, hier zit er nog, godverdorie, die ene losse van de jongen. De pot op, want dat trapt Hazes niet in, hoor. Zie je, dat is nergens weer zo'n jongen die denkt, die Hazes, leidt Peppy erin, grappie. Dat trapt Hazes niet in, hoor. Ben je gek? Nou, als ik Hazes erop krijg, jongens. Als ik speel, de top is helemaal half dood. Ik zei je handen in start. Dus luister, je moet me even waarschuwen. Als ik zenuwachtig word, ik heb dat ding ook al het best gedaan eigenlijk. Dan? En dan ga ik staan tikken. Dan moet je even waarschuwen. Moet je even tikken. Dan sta ik zo tikken. Hè? Ja. Ga even vragen of dat zo aangepast kan worden. Ja, we moeten gewoon hondjes die zeggen. Iets. En je tante had een lintworm, hè? Jouw tante. Nee, ik dacht. Ja, lintworm. Is die misschien naar Karij toe? Als die komt, hij moet zo snel mogelijk naar Karij komen. Trouwens, oké, de bedrijven. We doen dat slot niet, maar daarin willen we nog iets kwijt over Amnesty. Ach, wat nee, jongens, dat is nou toch iedereen al vergeten, het doel. Hebben jullie André Hazes in de gangen gezien? Komt André Hazes? Ja, die dreigt nou te laten komen. Moet u luisteren, we willen een pleister voor Freekse vinger. U moet hier een verbanddoos hebben. Jat nou een handschoen uit een van de U bent verplicht hier een verbanddoos te hebben. 120 artiesten lopen hier twee dagen. De jongen! Moet u een verbanddoos hebben. De jongen, jij geeft nou die hele Belgemof weg. Jongens, toch een beetje humor. En die conceptiemannen die waren niet eens geldig. Daaruit jongens, humor. Dat kan toch absoluut niet. Die hele Belgemof. Waren het 4 of 5 verdachten? 6. Wat kan mij het schelen? Brei er maar wat van. En wie moet die piano eens ineens opdragen? Lachen nou jongens, kom. Schiet op. Ik ben er niet vanaf hoor. Wegwezen, kom. Schiet op. Kom op, wegwezen. Jongens, begrijpen er geen reden. Die jongen kan niet bas spelen met zijn vingertjes, met zijn piano-handjes. Moet een handschoen aan. Ja, de jongen erop, eraf. En eruit. Goedenavond allemaal. Zitten jullie hier al lang? Ja, ik ben nog maar net aangekomen. Ik was een beetje laat vertrokken. Het was bij ons in België een verschrikkelijke mist losgebroken. En ik zo snel als dat kon naar Amsterdam langs de autosnelweg. Ik had al 80 kilometer afgelegd. Toen zag ik pas dat ik met mijn fiets weg was. Zo'n mist. En kan men mij achteraan goed begrijpen en daarboven? Want meestal begrijpen ze daar niet veel van, omdat ze de doven en de vreemdelingen altijd op de slechtste plaatsen zetten. Ja, dat is moeilijk om mee te beginnen natuurlijk. Ja, ik was in slaap gevallen thuis ook, want ik ben gisteren er nogal laat gaan slapen. En deze morgen om 7:15 stond er al een heel bende van die padvindertjes aan mijn deur te kloppen. Ring! Urbanus! Urbanus! Ik in een colère uit mijn bed gekropen, met zo'n kop, met een doorschijnende peignoir aangetrokken, naar beneden. Ja, mannetjes, wat is het? Jij weet zeker niet hoe laat dat is. Urbanus, mogen wij uw adres eens hebben? Ik vlam die deur dicht. Stam er zo nog een padvindertje tussen. Ik weer mijn bed in. Ring! Urbanus! Ik weer naar beneden. Met een doorscheidende peignoir vergeten aan te trekken.
Weer die deur op. Ja, jongens, is er nog iets? Urbanus, wij kennen ook nog een grapje. Kent je het verschil tussen een warme bakker en een tapijt? Nee, jongens. Wel, een warme bakker die moet altijd vroeg opstaan. En een tapijt die mag blijven liggen. Dan begon mijn grootvader, die al 7 jaar op zijn sterfbed ligt. Dan wou die nog grapjes. Allee, ik moest naar Amsterdam. Wou die nog grapjes uit zijn sterfbed. Ik die daaruit gehaald. Met een bril. Ja, zo'n bril. Had ik die al lang weggegooid, ik dacht. Ik zei, ja, grootvader, ik moet onmiddellijk naar Amsterdam. En ik dan weer langs de autosnelweg. Door die mist. Drie Marokkanen, 4 Turken onder mijn auto. Die lagen. Help. Ja, jongens, ik heb geen tijd om jullie te helpen. Ik moet onmiddellijk naar Amnesty International. Dan had de politie mij gezien. Want die hadden zo'n mistbril op. Kom hier, Bane. Jij weet zeker, wat is dat hier? Je hebt hier niet eens een rood achterlicht op die fiets. Zoveel dat ik met die fiets achteruit rijd, vind ik dat niet nodig. Maar het waren leuke politiemannen, hoor. Ze stelden zo interessante vragen. Urbanus, wat een gevoel geeft dat zo, als je zo optreedt en je moest zo 2 uur aan een stuk de onnozele kloot uithangen. Dat is ongeveer hetzelfde zoals jullie een ganse dag op straat staan. In de Navy. Als er te veel applaus komt, zing ik vlug in de Navy en dan stopt dat wel. Ze hadden mij gevraagd dat ik, omdat ik al 10 jaar dezelfde show doe, hadden ze mij toch gevraagd om eindelijk voor deze gelegenheid toch eens een nieuw grapje te bedenken. Dat is dus het resultaat. Allee, het is te zeggen, ik had dat al van over 12 jaar in België, maar toen was ik hier nog niet doorgebroken. Dus voor jullie is dat toch nieuw. Dat is vanuit de tijd toen ik nog vreselijk geëngageerd was. En dat is hier dus de wereldbol. Die maten kloppen wel niet helemaal, maar... Dit hier, dat zijn de gewone mensen, dat is de maatschappij. Is dat hier? Ja, zitten hier precies van alle soorten in Amsterdam. Hè? Dat zijn wij in België niet gewend. Hè? We gaan hier al direct in uw kruis te prutsen, terwijl... Allee. In silencio. Dat is dus de maatschappij. En dat zijn dus de politiekers, de regeringen dus, die de wereld regeren. En dat zit dus zo in elkaar, dus spreek vanzelf. Ja, het gaat al zo goed als in de werkelijkheid. Dat was dus de pointe van... In de Navy. La la la. Ja, wat dacht ik nu nog te vertellen? Ik heb hier al vreselijk gezwoten. Hoe lang ben ik al bezig? Ik moet er bijna weer af. Sorry. Maar gisteren had ik mij ook vergist. Ik dacht dat ik al 10 minuten aan het spelen was en ik eraf. En ik was nog maar 1 minuut bezig. Dus ik zal nu maar blijven staan totdat ze mij Joop de Drijver of hoe heet hem. Totdat ze mij er komen afhalen. Het is te zeggen. Ring! Ring! Nog een blikje. Ring! Ring! Hallo? Ja, te ver gegaan. Ik ben reeds te ver gegaan. Ja, nu onmiddellijk. Nog een blikje, er zijn een paar generaals die mij een aantal vragen willen stellen. Nog niet weggaan. Als je 2 seconden geduld hebt, ben ik binnen 10 minuten terug. Rug. Ik wou zeggen terug, maar ik zei te en ik was al weg. En daarmee het woordje rug stond er eigenlijk niet helemaal. Ik zei dat rug, zei ik hier, maar dat moest hier in dat bolletje geweest zijn. En daarom zeg ik dat nu vlug nog eens weer. Weer!
Hiloindum, ah, wonder, kerf, stamp, ah, ah, rammel, scherf, stamp, tonk, hiloind, ah, ah. Ja, ben al terug. Ze hebben daar de spanwijs opgezet. Ze vroegen mij al de namen en adressen van alle Belgische frietkramen. Maar ik heb niks losgelaten, hoor. Toen ze uiteindelijk die vijs toch maar meer en meer... Kijk, dat gaat hier dwars door mijn oor. Dan heb ik toch een aantal adressen doorgegeven van een paar Nederlandse frietkramen. Maar het zijn er allemaal uit Limburg. Dat vinden jullie waarschijnlijk helemaal niet zo erg. Gaan ze me hier bijna komen weghalen? Ik ben hier al 3 minuten over tijd. Ik had eigenlijk niet zoveel zin om te komen, hoor. Want jullie zitten hier allemaal om eens te lachen. Maar ik sta hier weer gewoon om een boterham te verdienen. Het is vreselijk triestig als je naar Amsterdam moet komen, want wij hadden thuis nog een brood. Trouwens, ik ga hier niet te veel van mijn beste moppen prijsgeven, want eigenlijk speel ik hier gratis, dus jullie krijgen waar voor jullie geld. Ze hadden toch nogthans beloofd dat ze me gingen komen afgooien. Mag ik heel die show hier weer al redden? Hey, ik ken die jongen van op radio en tv. Allemaal bedankt om tot hier te komen en zo lang te wachten. Jullie wisten zeker dat ik zo laat kwam. Tot de volgende keer, tot als er nog eens ergens in de wereld oorlog of gefolterd wordt, dan zijn wij weer van de partij. Bye! Dames en heren, er komt nog 1 slotnummer. En ik moet u nog even herinneren aan de plannen die er nog zijn. Ten eerste komt er nog een plaat van deze avond. Wat erop staat, dat wordt door anderen beslist. Ten tweede komt er nog een boek waar u zelf aan kunt bijdragen. Dat heeft u gehoord. Ten derde kunt u ook nog lid worden van Amnesty. En dat heeft een derde doel, lijkt mij, dat u kunt dan van binnenuit gaan werken aan het feit dat er volgend jaar weer zo'n avond kan komen. Ja. Ik zeg niet dat ik dan mee zal doen. Misschien ben ik daar dan uitgegroeid. Maar er zijn altijd anderen om deze plaats over te nemen, zoals u gezien heeft. Verder lijkt het mij heel zinnig dat ik er nog even op wijs dat deze avond niet alleen gemaakt is door alle artiesten, maar ook alle mensen van de techniek, de camera's en... Dan rest mij het woord te geven aan de organisatoren van de avond, Freek, Kees en Wim. Ja, want het blijkt allemaal nog veel erger tot slot. Nu moeten wij, blijkt uit ons contract, ook nog een tournee voor Henk den Drijver maken langs 1400 Nederlandse theaters. Vrij. Heb jij nog wat? Hè? Oh ja. Ik moest nog even die mop afmaken van Henk den Drijver. Ook nog. De Vort is een... Kan je niet doorspelen? Oh, ja. Dat is makkelijk te vertellen. Er wordt een vrouwtje verkracht aan de Belgische. Ja, toch? Zoiets? Ja. Zal ik er ook wat hebben? En zij moet ter identificatie naar het bureau komen. Er zijn 7 verdachten, er is er inmiddels 1 bijgekomen. Het zijn 6 Nederlanders en 1 Belg. Zij komt op dat politiebureau. Die man vraagt of ze nog een kop koffie wil. Maak hem iets langer dan de bedoeling is. Maar zo'n Ton Hermans begeleiding heb ik nog nooit gehad. Dames en heren, wat is het heerlijk
om hier te staan en een gevoel te hebben dat je mag leven. Zij heeft al eerst een kop koffie op. Er komt een brigadier die zegt, heb je zin in nog een bakkie? Nee, zegt die vrouw, ik wil nou wel eens identificeren. Ho, 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 zegt die brigadier. Kalm aan, alsjeblieft. Fijn, het is zover. Die zeven verdachten, er is inmiddels één bijgekomen. Die staan langs de muur in een kamertje. Een inspecteur gooit de deur open. Die vrouw staat daar in de deuropening. En die Belg loopt naar voren en zegt, ja, dat was hem. Mijn tante. Heb jij een tante, Freek? Ja, ik heb een tante, maar dat was oorspronkelijk mijn oom. Aha. Zij is namelijk met een transseksuele reis naar Tanger afgereisd. Juist, daar komt de grap, meneer Den Drijver. In Tanger, daar maken ze hem langer. Dat was oorspronkelijk ook wel de bedoeling, ja. Maar er is iets misgegaan. Er is, dat kan je wel zeggen, ja. Oh ja? In welk opzicht? Nou, dat zal ik je duidelijk maken. Vertel. Maar eerst een kop koffie. Koffie. Rita Corita komt om 14:30. Koffie is er nog niet. Nee, het is zo, mijn oom die liep daar rond. Ja. Hij kijkt even de verkeerde kant op. Ja. Eén zakkenroller. En nu is het mijn tante. Maar ze zit wel in de gevangenis. Kan Amnesty dan niks doen voor je tante, Freek? Ja, Amnesty zou wel iets kunnen doen, maar ja, je weet het. Amnesty luidt graag de klok. Als de klepel maar niet aan de verkeerde kant hangt. Mijn tante had een lintworm, dat is wat veel te veel. Hij hing over haar enkels, ja, hij hing eruit de keel. Eens ging ze heel wanhopig, voor hem op de loop. Maar kwam toen bij Vianen, vreselijk in de knoop. Oh, ah, is er klote om de los te zijn? Geen zier maar om de los te zijn. En snel ergens weer mos te zijn. Want als het mag, dan kan het niet. En als het kan, dan mag het niet. Maar wat vanavond mag, dat is bevrijdend. Lach, lach, lach. De dochter van de slager. Ho, 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 ho. Hé, hé, is dat die slager die al die dode dieren martelt? Zit gelijk. Nee, bij die slager, alles wat er bij die slager in de etalage ligt, is gegarandeerd dood. Wat zeggen jullie al? Ik begrijp wel wat er is. Ik kan daar dan niks aan doen. En we zullen het even terugnemen, want wat gebeurt er? De dochter van de slager. De dochter van de slager. De dochter van de slager. Wat gebeurt er met de slager? Ho, ho, ho. Wacht nou eens even, ik was mijn bril kwijt, ik ben het helemaal kwijt. Is dat die slager die zo de dieren martelt? Nee, al het vlees wat bij die slager in de etalage ligt, daar komt die meneer Den Drijver, is gegarandeerd dood. En kan Amnesty daar dan niks aan doen? Nee, Amnesty kan niks doen aan het geslacht van de slager. Freek? Dan krijg je namelijk dezelfde moeilijkheden als mijn tante. Ja, dat was het, hè? Bedankt, jongens. De dochter van de slager, die had een varkenskop gekregen van haar vader. Dus zette zij hem op. Toen ging ze naar haar neefje en riep, ik ben het Wil. Maar ik kon er niet om lachen, want hij zag geen verschil. Oh, wat is... Klote om de klos te zijn, geen stier maar om de los te zijn, geen VN maar Haagse post te zijn, een snelweg en geen bos te zijn, want als het kan dan kan het niet, of andersom, en als het kan dan mag het niet, maar wat vanavond mag. Zeker, Freek.
maar wat die man toen zei, kon mijn zwager niet goed horen, maar het lijkt me wel op kei. Oh, 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 oh. Wat is het grote wonder los te zijn? Is hier maar over los te zijn, gedoe en op een vos te zijn, een snelweg en geen bos te zijn, want als het mag, dan kan het niet. Is het, meneer Den Drijver, is het zo genoeg? De mensen vallen om hier. Er zijn veel artiesten met nog een voorstelling vanavond. Mensen hier, willen ze de eerste tram nog halen, moeten ze nu weg. Maar mogen we nu allemaal naar huis, meneer Den Drijver? Ja, hallo, hallo, hallo. Dit is Henk Den Drijver. Ja, de LP, die hebben we nou wel. Kant 3 is een beetje zwak. Maar dan zing ik zelf nog wel een paar nummertjes op. Ah, fijn. Maar ik wou van dit laatste nummer nog een singeltje trekken. Met dat ha ha ha. Dat dan morgen in de winkels legt. Ja, dan kan het zaterdag nog mee in de discotheek. En wil dan iedereen meedoen. Ja, ook de zaal. Dus graag allemaal de bekken open. Voor alle gevangenen die hun mond moeten houden. Ja, graag. Ha ha. Deze twee telefoonnummers zijn nog te bereiken tot vannacht 1 uur.
Aanstaande zaterdag organiseert Amnesty International in Purmerend een 12 uur durende manifestatie in het kader van de campagne tegen politieke moorden. In het middagprogramma optredens van onder andere de kindertheatergroep Rats en de fanfare van de eeuwigdurende bijstand. In het avondprogramma onder andere Jaap van der Merwe, Rapalje en Nelleke Burg. Voor informatie of het bestellen van kaarten, telefoon 02990-28845 of 02990-27392. Aanvallen van uitersten. 4 uitzendingen in samenwerking met het Holland Festival, gepresenteerd door Monique Toebos, vanaf volgende week. In de Volkskrant van morgen en in de nieuwe VPRO-gids verschijnt een bon die recht geeft op 2 kaarten per avond, voor 10 gulden per plaats. Verder zijn er dagelijks van 10 tot 3 kaarten verkrijgbaar aan de kassa van Theater Carré. Telefoon 020 225 225.